In deze video gaan we het hebben over misverstanden over beleggen. Ten eerste zorgen ze voor een verkeerd beeld over beleggen. Maar nog veel belangrijker, ze zorgen er misschien wel voor dat jij nooit begint met beleggen. En dat zou heel erg jammer zijn, omdat juist beleggen een goede manier is om vermogen op te bouwen. En daarom wil ik in deze video 7 misverstanden gaan behandelen en ook ontkrachten door middel van wat uitleg en mijn eigen mening. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Vind je dit nou een leuke en interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik dat je het interessant vindt. Maar het is ook belangrijk voor YouTube. Die laat de video dan aan meer mensen zien, zodat meer mensen hiervan kunnen leren. En wil je nou zelf ook meer van deze video's zien? Abonneer je dan op het kanaal. Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje, dat je weer een melding krijgt, zodat er een nieuwe video online staat. En dan gaan we nu beginnen met het eerste misverstand. En dat is dat beleggen ingewikkeld is. Nou, dat is zeker niet zo. Beleggen kan ingewikkeld zijn, maar dat is zeker niet het geval. Het hoeft niet zo. Je kunt het eigenlijk zo makkelijk of zo moeilijk maken als je zelf wilt. Bijvoorbeeld door je geld te laten beheren. Ik raad dan altijd aan om naar Bink Forward te gaan. Een hele goede aanbieder wat betreft beheerbeleggen. Dus daar stort je je geld. Je maakt je geld eigenlijk over naar een eigen rekening die je bij hun hebt. En zij gaan voor jou beleggen. Daar heb je eigenlijk heel weinig kennis voor nodig. En dus het is ook heel makkelijk om te gaan beleggen. Je kunt er ook voor kiezen om iets meer zelf te gaan doen. Nou, dan is bijvoorbeeld de Giro weer aan te raden. Daar koop je gewoon bijvoorbeeld 1 keer in de maand enkele aandelen, indexfondsen, ETF's. En op die manier is het nog steeds niet heel moeilijk, alleen het kost je iets meer tijd. En ook bij de Giro kun je het een stuk moeilijker maken. En eigenlijk bij heel veel brokers door opties te gaan kopen, futures, hefboomproducten. Maar het is allemaal niet nodig om vermogen op te bouwen om te gaan beleggen. Ik raad zelfs aan om juist heel simpel te houden. Hou het bij enkele aandelen. Waarschijnlijk is het zelfs het meest interessante voor de meeste mensen van ons om alleen bij indexfondsen of ETF's te blijven. Dus het blijft heel erg simpel. En de drempel om te beginnen met beleggen is dus ook heel erg laag. En zeker tegenwoordig, bijna elke broker of aanbieder heeft wel een app voor op je telefoon die ten eerste heel erg makkelijk is en ook heel erg overzichtelijk. Zo heb je het eigenlijk altijd bij de hand. En hoeft het dus helemaal niet moeilijk te zijn om bezig te zijn met beleggen. Ik denk zelfs dat het in deze tijd veel makkelijker is dan dat het vroeger ooit geweest is. En dan komen we aan bij misverstand nummer 2, en dat is dan dat je veel geld nodig hebt. We hebben namelijk al eerst laten zien dat het niet ingewikkeld is, dus dan zal het wel zo zijn dat je veel geld nodig hebt om te beginnen met beleggen. Maar ook dat is niet waar. Je denkt dit misschien omdat vooral rijke mensen bezig zijn met beleggen, maar dat is denk ik eerder een resultaat van beleggen dan een oorzaak of een begin van beleggen. Je kunt namelijk zelfs al met 25 of 50 euro in de maand bijvoorbeeld gaan beleggen. Het is veel belangrijker dat je begint met beleggen met kleine bedragen dan uiteindelijk de bedragen die je inlegt. Dus ook zeker dit soort kleine bedragen die waarschijnlijk iedereen wel kan missen elke maand, kun je gewoon starten met beleggen. Een vermogen opbouwen doe je juist door lange tijd te beleggen en niet per se door het bedrag wat je inlegt. Dat is daar belangrijk voor. Natuurlijk helpt het wel als je meer geld inlegt dat het dan sneller gaat. Maar dat is zeker niet de belangrijke factor. De belangrijke factor is tijd en dan hebben we het eigenlijk over samengestelde interest. Ik zal hier een linkje plaatsen en ook alle links komen trouwens onder deze video. Maar dat is het effect van rente op rente. Dus laten we even zeggen dat je 100 euro inlegt en dat je 10% rendement maakt. Dan heb je het eerste jaar 10 euro rendement, want 10% van 100, dan kom je uit dus op 110. En het tweede jaar heb je al 10% over 110, dus al 11 euro rendement. En zo zie je dat elk jaar, doordat er meer rendement komt op een hoger bedrag, het steeds harder toeneemt. En juist dat, wanneer je dat echt jarenlang volhoudt, misschien wel 20, 30 jaar, zorgt ervoor dat je een enorm vermogen op kunt bouwen. Ook wanneer je begint met kleine bedragen. Waarschijnlijk zul je merken dat wanneer je begint met beleggen, je eerst kleine bedragen inlegt, je naderhand het effect ervan ziet. Je vindt het leuk en uiteindelijk ook wel aanpassingen in je budget doet om misschien wel meer geld te gaan beleggen. Dus dat helpt alleen maar. Maar het is zeker dus niet zo dat je veel geld nodig hebt om te beginnen met beleggen, zoals gezegd. Met enkele tientjes in de maand kun je al makkelijk beginnen. Dan komen we aan bij misverstand nummer 3. En dat is dat je al je geld zou kunnen verliezen met beleggen. Nou is dat niet helemaal waar, maar het is wel iets waar natuurlijk veel mensen aan denken. Het hangt vooral samen met hoe je gaat beleggen. Ik raad altijd aan dat je alleen in aandelen belegt. En dan zou je in principe alleen het geld wat je inlegt ook kunnen verliezen. En daarom is het ook aan te raden om alleen geld in te leggen dat je überhaupt niet per se nodig hebt in de korte termijn. En korte termijn bedoel ik eigenlijk 10 jaar of minder eigenlijk. Dus beleg alleen met geld wat je echt de komende 10 jaar niet hoeft te gebruiken. En dan zou het natuurlijk kunnen dat je al je geld verliest. Maar dat is eigenlijk alleen het geval wanneer je
al je geld, al je aandelen van één bedrijf hebt en dat dat bedrijf dan net failliet gaat. Het is juist aan te raden om meerdere bedrijven of eigenlijk zoveel mogelijk bedrijven te doen. Zorg voor goede spreiding en de kans dat je dan al je geld verliest is eigenlijk nul. Je kunt die spreiding heel erg makkelijk bereiken door bijvoorbeeld een indexfonds of een ETF te kiezen. Wanneer we gaan kijken naar VWRL, dan heb je eigenlijk meer dan 3000 aandelen in één aandeel zitten. Of wanneer we naar de S&P 500, de VUSA gaan kijken, dan heb je de 500 grootste bedrijven van Amerika in één aandeel. Dus met één aandeel heb je al direct spreiding over 500 of 3000 bedrijven. Dus het hoeft ook helemaal niet moeilijk te zijn om die spreiding te krijgen. Zelfs niet met kleine bedragen of met enkele aandelen. En natuurlijk ook als je deze aandelen hebt, kun je geld verliezen. Maar dat is dan vooral in tijden van een crisis. Nou, zolang je niks hoeft te verkopen, heb je ook eigenlijk geen verlies. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval, zoals gezegd, geld gebruikt wat je niet direct nodig hebt. Mocht er dan een crisis zijn, dan hoef je je aandelen niet te verkopen. Op lange termijn zal het zijn eigen toch wel weer herstellen. En ze zeggen ook altijd dat je alleen verlies hebt wanneer je verkoopt. Het is juist aan te raden om zelfs wanneer de koers omlaag gaat extra aandelen bij te kopen. Omdat dan in principe misschien wel 2 aandelen voor de prijs van 1 hebt van tevoren. Je koopt dus goede koper aandelen. En dat noemen we dan dollar cost averaging. Ook daar een video over gemaakt en ik zal ook die onder deze video linken. Dat heb ik laatst zelfs bijvoorbeeld bij Tesla gedaan. Mijn eerste aandelen kocht ik op €350 of dollar. En uiteindelijk ging het stuk slechter met Tesla, maar ik geloofde erin. Uiteindelijk heb ik hetzelfde aandeel ook voor onder de $180 gekocht. Dus voor de helft van de prijs. En nu staat het aandeel weer bijna richting de $350. Dus zeker op die laatste aankopen heb ik echt goed veel rendement gemaakt. Het vierde misverstand is dat beleggen erg veel tijd kost. En dat je dus op de hoogte moet zijn van al het financiële nieuws van over de hele wereld en van alle bedrijven. Maar dat is zeker niet zo. Dat is alleen afhankelijk van de aandelen die je hebt, zou ik zeggen. Algemene kennis is altijd wel aan te raden natuurlijk. Maar juist als we het weer hebben over indexfondsen of ETF's die over de hele wereld bedrijven volgen, dan is het zeker niet zo dat je al die bedrijven moet kennen. Juist door die grote spreiding pak je een hele sector, een hele markt, misschien zelfs al de hele wereld in het geval van VWRL. En geloof je dus gewoon in de wereldeconomie, dan ga je niet op korte termijn denken of het goed of minder goed gaat. Je weet dat op lange termijn de economie eigenlijk altijd wel groeit en daar vertrouw je dan ook gewoon op. En dat is dan ook wat veel mensen op onze Discord chat en onze community doen. Gewoon één keer in de maand investeer je wat geld in een indexfonds. Dit doen ze bijvoorbeeld via de Giro. Je doet via iDeal, zet je wat geld op je account. Je klikt het aandeel of het indexfonds wat je wilt hebben, klik je aan. Je koopt het en met een paar klikken heb je dan het geld van deze maand geïnvesteerd. En dat doe je gewoon elke maand opnieuw en kost het dus maar een paar minuten per maand. En we zijn nu halverwege deze video en misschien vind je het wel interessant om te beginnen met beleggen. Ook daar heb ik eerder een video over gemaakt, ik zal hem hier even linken. Daar bespreek ik dan ook 3 aanbieders die ik gebruik en ook aanraad aan jou, afhankelijk van hoe je wilt beginnen en welke fase je bent. Uitleg krijg je in die video. Ik zal ook alle links natuurlijk zoals gezegd onder deze video plaatsen. En dan gaan we weer verder met het volgende onderdeel, het volgende misverstand. En dat is dat passief beleggen minder geld oplevert. In de voorbeelden in deze video heb ik het telkens over ETF's, over indexfondsen. Nou, dat is dus een vorm van passief beleggen. Je kiest niet specifiek één bedrijf waar je alles over weet. Je vertrouwt er gewoon in de hele index, in de hele markt. En juist door met een paar minuten per maand, je wil niet alles weten over alle bedrijven, maar met een paar minuten per maand koop je een aandeel en ben je eigenlijk heel passief bezig. Je bent er niet heel veel tijd mee bezig en dat noemen we dus passief beleggen. Maar ze zeggen heel vaak dat die vorm van beleggen natuurlijk niet zoveel rendement maakt omdat je er niet veel tijd aan besteedt. Juist dat actief beleggen, dat je regelmatig mee bezig bent, dat je veel over bedrijven weet, dat dat veel rendement kan maken. Nou, aan de ene kant klopt dat natuurlijk wel. Kijk mijn voorbeeld Tesla weer. In de laatste 2 maanden stak daar geloof ik 60% in de plus. Ja, dit waren heel erg goede maanden. Maar kijk op de lange termijn, dan valt het op zich wel mee. En dat zul je ook zien met het verschil tussen actief en passief beleggen. Actief beleggen kan op de korte termijn vaak wel goede rendementen leveren. Maar op lange termijn verslaat het bijna nooit de gemiddelde markt. Het passief beleggen dus. Dus waarom zou je al die moeite en energie erin steken als je het op de lange termijn toch geen verschil maakt? Dan kun je net zo goed lagere kosten pakken en minder tijd ermee bezig zijn. En dus kiezen voor passief beleggen. En dan komen we bij nummer 6. En dat is dat het niet het juiste moment is om te beginnen met beleggen. Om überhaupt te beleggen. Nou, dat kan aan de ene kant wel kloppen. Want de beurzen staan nu op all-time high. Iedereen verwacht dat er binnenkort een crisis aankomt. En jij wilt misschien dan ook nog wel even wachten. Maar dat zou betekenen dat jij, zeker als beginner, precies de inschatting weet te maken wanneer de beurs op zijn top is. En wanneer er een crisis aankomt. En dat is natuurlijk, lijkt me niet helemaal te lukken. Dat lukt namelijk zelfs de meest ervaren beleggers niet. Waarschijnlijk lukt het ze misschien 1 of 2 keer om een inschatting te maken, maar zeker wederom op lange termijn gaat het ze niet lukken.
En dus komen we weer terug op passief beleggen. Als je belegt voor de lange termijn, is dat de beste vorm. Probeer er zo min mogelijk tijd en kosten aan te spenderen. Maar richt je gewoon vooral op de toekomst. En ook als beurzen dan nu op het hoogste punt ooit staan, begin gewoon met beleggen. Desnoods met een klein bedrag. Doe wat ervaring op. Kijk hoe het gaat, hoe je reageert. En mogelijk komt er wel een crisis en gaan koersen dus door de helft. Kun je alleen maar profiteren van die lage koersen en wachten tot het juiste moment. Dat is gewoon heel moeilijk en zorgt er ook voor dat je uiteindelijk nooit het rendement haalt wat je wilt. Ook het begin van dit jaar, eind vorig jaar, zagen we eigenlijk een dipje en leek er een crisis aan te komen. Maar als je nu gaat kijken hoeveel hoger we staan ten opzichte van het begin van het jaar, tot iedereen dacht dat er een crisis kwam, dan zouden we zomaar 20-30% rendement zijn misgelopen. Dus begin gewoon met beleggen, ook al lijkt het niet het juiste moment. Timen gaat waarschijnlijk toch niet werken. En dan komen we eigenlijk ook meteen aan bij het laatste punt, punt nummer 7. En dat is dat je niet genoeg kennis hebt om te beleggen, om te beginnen met beleggen. Maar zoals gezegd kun je het zo makkelijk of zo moeilijk mogelijk maken zoals je zelf wilt. Je kunt het heel erg makkelijk doen door je geld te laten beleggen. Dan heb je eigenlijk helemaal geen kennis nodig. Op die manier ben ik ook ooit begonnen. Ik had al wel een beetje kennis, maar niet al te veel. Ik wil er ook niet al te veel tijd aan besteden. Dus ik ben begonnen bij Bing Forward. Dat ben ik nog steeds bij trouwens. Maar terwijl zij geld voor mij belegde, deed ik informatie op, volgde ik het nieuws. Breid ik mijn kennis uit, ook al was dat maar heel erg basiskennis. En dan kun je wel die kennis gebruiken om de volgende stap te maken. Dat was voor mij de Giro. Op die manier kon ik zelf mijn eigen ETF's, mijn eigen indexfondsen kopen. En juist omdat de Giro de kernselectie heeft, daar zitten twee van de bekendste indexfondsen eigenlijk in. Nou, als je daar aan de juiste voorwaarden voldoet, enkele hele simpele voorwaarden, kun je elke maand die twee fondsen gratis kopen. Nou, op die manier zijn je kosten heel erg laag of zelfs nul in dat geval. Wat alleen maar voor zorgt dat je meer rendement maakt, dat je vermogens op de lange termijn ook harder groeit. En op zich kun je daar gewoon bij laten. Ook dat doen veel mensen in onze community. Die blijven gewoon bij deze indexfondsen. Het kost ze weinig tijd. Het levert waarschijnlijk op lange termijn gewoon een heel erg goed rendement op. Maar je zult vaak zien, dat heb ik ook, dat je toch een bepaald bedrijf daar aandelen van wilt kopen. Omdat je erin gelooft, omdat je er kennis van hebt, omdat je de toekomst gelooft. Als je dat nou wilt doen en jij denkt dus op die manier de markt te verslaan, zeker op korte termijn dus, zorg in ieder geval dan dat je alles over een bedrijf, maar ook over de concurrentie weet. Dus ga kwartaalcijfers lezen, jaarverslagen. Zorg dat je de sector of de markt kent, de concurrentie zoals gezegd, en volg ook al het nieuws. En op basis daarvan besluit dan om een bepaald aandeel wel of niet te kopen. Natuurlijk neemt dit meer risico met zich mee, maar zoals gezegd neemt risico vaak ook meer rendement met zich mee. Dus dat is een afweging die je moet maken. En aangezien het best veel tijd zal kosten om dit allemaal op te zoeken en bij te houden ook, zorg in ieder geval dat je iets kiest wat bij je ligt, waar je verstand van hebt, wat je leuk vindt. Want dan is het minder erg en heb je vaak al de basiskennis over dit bedrijf, over die sector. En dat maakt het al iets makkelijker om het te doen. Maar dat is dus helemaal niet nodig om die uit te kiezen. Je kunt het eigenlijk zo passief en makkelijk mogelijk maken als je zelf wilt. En dat is eigenlijk ook wat ik in deze video heb willen meegeven. Heel veel misverstanden hebben ermee te maken dat het een bepaalde drempel is om te beginnen. Ten eerste heb je de kennis niet, het geld niet, de techniek niet, noem het allemaal maar op. Maar dat valt eigenlijk tegenwoordig echt allemaal wel mee. Zoals gezegd, met een paar simpele muiskliks en een app kun je vaak al beginnen. Ook met 50 of misschien wel 25 euro in de maand kun je gewoon beginnen. En doe dat dan ook. Zorg dat je in de tussentijd kennis opdoet om een volgende stap te nemen. Maar je hoeft het echt niet moeilijk te maken. En ik ben ook echt van overtuigd dat iedereen zelf kan beleggen. Wil je nou nog meer informatie vinden over beleggen? Nou, heel mijn kanaal staat er natuurlijk vol met video's. Alle dingen die ik besproken heb in deze video zijn hieronder. Daar vind je ook alle links, zoals gezegd, naar alle aanbieders die ik besproken heb. Dit zijn de aanbieders die ik aanraad, die ik ook zelf gebruik en die jou dus echt wel kunnen helpen om een vermogen op te bouwen. Vond je dit nou een leuke en interessante video? Geef even een duimpje omhoog. En ben je nog geen lid van het kanaal, maar wil je wel meer video's zoals deze zien? Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik hieronder op abonneren, klik op het bel-icoontje en dan krijg je weer een melding zodra er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.